Hoofdstuk 4. Discriminatie. Paragraaf 3. Opkomen voor belang van vrouwen. Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Feministische actiegroepen komen dan bij elkaar om te debatteren over de rol van de vrouw in de samenleving. Ze maken daarnaast ook muziek en proberen er naast een nuttige ook een gezellige dag van te maken. De vraag zegt er, is dit nogal nodig? Waarom wel? Ze strijden bijvoorbeeld voor betaalbare kinderopvang. Als een vrouw alleen maar gaat werken om de kinderopvang te kunnen betalen, kan ze net zo goed thuis blijven. Ze willen gelijke lonen tussen mannen en vrouwen. Mannen verdienen soms wel tot 20% meer voor hetzelfde werk als vrouwen. Daarnaast willen ze dat ouderschapsverlof beter geregeld wordt en ze willen evenveel kans op promotie. Ook besteden ze aandacht aan andere zaken, zoals huiselijk geweld, verkrachting en hoe er bijvoorbeeld omgaat wordt met loverboys. Maar wat doet de overheid eigenlijk? De overheid neemt allerlei maatregelen om vrouwenemancipatie te bevorderen. Daarbij moet je denken aan het verankeren in de grondwet van gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het bevorderen van kansen voor vrouwen in het dagelijks leven, extra aandacht voor tienermoeders en het bevorderen van meisjes en techniek, te zorgen dat er meer vrouwen in de technieksector gaan werken en of voor zo'n opleiding kiezen. Ook geeft de overheid voorlichting om vrouwen bewuster te maken van hun positie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de emancipatiemonitor of om jonge meiden bewuster te maken van hoe ze met seks moeten omgaan.